Goeiedag. Deze weerfoto bevat alle elementen van het weer die we de afgelopen tijd veel voorbij hebben zien komen. Vaak blauwe luchten, in de loop van de dag ook stapelwolken, maar die brachten eigenlijk vrijwel geen neerslag met zich mee. En vooral in het zuiden van het land, op de zandgronden, begint die droogte steeds meer de kop op te steken. En zullen de boeren hun gewassen wel weer extra moeten gaan beregenen. Nou, brengen de weerkaarten voor de komende 30 dagen wat meer neerslag met zich mee, of houdt die droogte nog een tijdje aan? Dan begin ik even met de luchtdrukverdeling voor de komende week. Dat is vanaf maandag 16 juni. En wat er dan opvalt is dat we ten westen van ons een lage drukgebied zien. Boven de Atlantische Oceaan. En om dat lage drukgebied heen voert een zuidwestelijke stroming wel vrij zachte lucht aan. En ten oosten van ons dan juist die hoge drukgebieden. Met daaromheen een stroming om de klok heen. En precies die twee versterken elkaar. En dan komt er bij ons echt een flinke zuidelijke of zuidwestelijke wind op gang. En in het zuiden van Europa is het al behoorlijk warm. Zien we ook terug aan de kaart met de temperatuurafwijking. Dit is voor dezelfde week vanaf 16 mei. En vooral in de Spaanse binnenlanden, maar ook in de centrale delen van Frankrijk, zien we echt die donkerrode kleuren al in de kaart naar voren springen. En als er dan zo'n zuidwestelijke wind opsteekt, dan kan die warmte heel makkelijk verder doorgevoerd worden naar het noorden van Europa. We zien zelfs het zuiden van Noorwegen rood kleuren. En ook in het zuiden van Engeland en zelfs richting Schotland. Dan kan het in Londen ook zomaar weer eens een zomerse 25 graden worden. Nou, dat ligt ons volgende week dus ook in het verschiet. Maar ja, die warmte, droogte en overwegend rustig weer met die hoge drukgebieden in onze omgeving betekent ook dat we vooralsnog niet heel veel neerslag van betekenis kunnen verwachten. Ja, we zien op deze weerkaart van het Europese weermodel wel dat het signaal niet heel erg sterk is. Het zal niet helemaal kurkdroog worden. We zien vooral in het zuiden van Europa waar zich echt die warmte bevindt, daar is het wel overwegend droog. Maar wat verder ook opvalt is dat vooral de heuvelachtige gebieden, zoals bijvoorbeeld de Eifel in Duitsland, de Alpenlanden, maar ook de bergachtige gebieden in Kroatië, daar komen wel wat groene kleuren in de kaart. Ja, en gestimuleerd door die hoogteverschillen kunnen die stapelwolken dan wel uitgroeien tot regen- of onweersbuien. Nou, en als bij ons de omstandigheden juist zijn en het flink warm is, vochtige lucht, dan kunnen ook bij ons wel weer regen- of onweersbuien voorkomen. En die brengen natuurlijk heel lokaal wel flink wat neerslag in korte tijd met zich mee. Nou, hoe gaat dat de komende tijd dan verder? Als we kijken naar eind mei, begin juni, dan zien we toch wel weer die hoge drukinvloeden terugkeren in een groot deel van Europa. Heel veel onstabiliteit zit er daarbij, niet echt weinig wind, vaak die dalende luchtbewegingen. En dan zullen die stapelwolken toch wel moeite hebben om weer uit te groeien tot een bui. Nou, de temperatuur die we daarbij kunnen verwachten is dan ook weer aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. We hebben het hier over eind mei, begin juni. Dan gaan we naar de meteorologische zomer al toe. Nou, dan hebben we het over een gemiddelde temperatuur ongeveer tussen de 18 en 22 graden van noord naar zuid. Nou, we zien wel dat de warmte bevindt zich echt wel wat meer ten zuiden van ons. Wij bevinden ons net een beetje op het grensvlak, want helemaal in het noorden van Europa zien we wel die koude lucht. Dus op deze termijn is het nog een klein beetje de vraag waar dat overgangsgebied zich precies gaat bevinden. Maar ja, als we deze weerkaart moeten geloven, een temperatuurafwijking een paar graden boven het gemiddelde, dan hebben we het echt over een ruime 20 graden, misschien zelfs wel meer dan 25 graden weer. Dus dat warme weer houdt voorlopig dus nog wel even aan. Nou, dat samenvattend, regelmatig is het dus te warm met bovengemiddelde temperaturen. Vaak die hoge drukgebieden, dalende luchtbewegingen, weinig neerslag daarbij. Maar af en toe, als de omstandigheden dan juist zijn met zo'n warme en vochtige lucht, dan kunnen er wel weer regen- of onweersbuien gaan ontstaan. En die kunnen dan plaatselijk wel wat neerslag met zich meebrengen.